Goed, kom er even omheen staan, jongens. Jongens, waarom zullen we dit soort dingen nou doen? Het is geen circus hier, hè? We hoeven dat niet te oefenen omdat we dat... Omdat we hoeven laten zien hoe goed we dat wel niet kunnen. Dat is puur voor de techniek, Gregory. En voor balcontrole. Ja, balgevoel, hè? Dus nou is de bedoeling dat als je zometeen thuis bent, dat je je bal uit de kast pakt. En op straat kan dit nog veel beter, Irfan. Dan stuit hij nog beter, hè? Ja. Dus je kan hem beter eerst op straat oefenen. En dan doen we dat hier volgende week, doen we dat hier weer. En dan ben ik benieuwd als we het volgende week doen. Of iedereen geoefend heeft, Clint. Hé, want je kan er nu nog niks van, hè? Dan ga je herhalen. Dat we aan de zijkant, als we de bal kwijt zijn, naar binnen toe komen om het klein te maken. En dat we dan proberen druk te zetten op het moment dat de tegenpartij aan de zijkant aan gaat spelen. Jij bent de baas over die bal. Ja, dat we dan daar gaan proberen de bal af te pakken. En wat moeten we dan dus goed doen met elkaar, Mohamed? Samenwerken. Samenwerken. Ik heb even een paar dingen met jullie te bespreken. Om te beginnen, eind december. En daar hebben jullie laatst een brief over gehad. Nou, iedereen was natuurlijk dol enthousiast. En toen heb ik er ook bij gezegd dat dat natuurlijk een toernooi is waar speciaal Ajax voor uitgenodigd wordt. En dan komen natuurlijk een heleboel goede clubs. Wie kan er nog eens een paar noemen? Wie weet het nog? Noordin? Inter Milan, Manchester, ja. Real Madrid, Bilbao. Ja, dus dat is een hele mooie uitdaging voor ons. Nou, hebben we het er ook over gehad dat het geen 11 tegen 11 toernooi is, maar het is een 7 tegen 7 toernooi. Nou, dat wil zeggen dat we een selectie gemaakt hebben van 12 jongens. Ja, op dit moment hebben we de keuze gemaakt dat meegaan Ricardo, Tim, Nordin, Virgil, Evander, Jermaine, Adilio, Mitchell, Johan, Donovan, Marco en Nicky. Ja, dus die jongens die gaan dus mee op toernooi naar Barcelona. He, dus het is ook heel logisch dat die jongens die nu dan even buiten de groep vallen, even daar teleurgesteld over zijn. Ja, ik neem die jongens zo nog even apart en dan zal ik dat ook nog even toelichten. Meneer Pronk, mag je niet kiezen? Nee, doe die maar even uit. Ik neem aan dat jullie net zo goed erop verheugd hadden als de andere jongens. Maar ja, dan kunnen er maar 12 mee en dan vallen er gewoon 4 af. Nou, dan zal voor Elio gelden dat hij 2 keer een blessure heeft gehad. En wat daar gewoon een rol in speelt. Als ik naar Boerakse spel kijk, wat ik dus een aantal keer al heb aangegeven, is gewoon de overtuiging die ik in jouw spel mis daarin. Als ik dan kijk hoe jij dus de dingen doet, dan is het vaak half. En je gaat wel naar de bal toe, maar op het laatste moment haal je toch weer in. Mohamed geldt eigenlijk hetzelfde voor. En het zal allemaal veel overtuigender moeten. En dat is gewoon iets waar je aan zal moeten werken. En dat mis ik gewoon in jouw spel. Nou, als ik naar jouw spel kijk, Nick, dan zie ik gewoon te weinig terug in jouw voetballen, wat we op de training oefenen en waar we in de training mee bezig zijn. Dus, proberen je eroverheen te zetten de komende wedstrijden, eraan te gaan werken. En dan kan ik heel goed begrijpen dat je teleurgesteld bent. Maar dat hoort er ook eenmaal bij. Gregory, speel nog even positiespel. Gaan we naar binnen. Jongens, hebben we nou zelf het gevoel dat we een lekkere, scherpe warming-up gedaan hebben? Hebben we dat gevoel nou? Voel jij van wel? Nee, ik wel. Jij wel? Jij ook, Mitchell? Nee. En ik begrijp dat dus niet. Ik begrijp niet dat als je een wedstrijd tegen PSV gaat spelen, op een fantastisch veld, want het is fantastisch, het is een beetje nat,
maar het is goed te bespelen. Je krijgt nog een heel nieuw tenue voor de wedstrijd ook, waar je best een beetje blij mee mag zijn. Zijn jullie ook? Dan ga je het veld op en dan zie ik een stel lamlendige gasten op het veld. Dan zie ik ze daar een bal in pasen. Dat vind ik ongelooflijk hoor, Mitchell. Daar begrijp ik niks van. Nou zeg het maar hoor. Moet ik jullie dat nou elke keer vertellen? Zelfs als we tegen PSV spelen? Want dan wordt het wel te gortig hoor. Als jullie je daar niet meer voor kunnen motiveren. Maar als je slap begint tegen hun, dan sta je na 5 minuten sta je met 3-0 achter. Ja, en dan weer lekker scherp worden. Ja, lekker. Sta je met 3-0 achter. Je moet vanaf het begin moet je er staan. Kevin, je hebt ook nog wat goed te maken, hè? Nou, zijn we er klaar voor, mannen? Ja. Nou, kom op dan. Ja. Kom jongens. Moet er geen water in, jongens? Jongens, het is 4 uur, hè? Moet er geen water in? Ja. Laan blijft tweede. Dit zijn te korte balletjes. Kijk veel te dichtbij. Je moet verder wegkijken. Naar Leandro, naar Mitchell, naar Roli. Je kijkt alleen maar binnen 5 meter. Roli, kijk Roli naar Roli. Roli, Roli. Jeffrey, het moet allemaal nog wat scherper hoor. Gaat allemaal nog te makkelijk. En dat is heel belangrijk als je bij Ajax speelt. Want bij Ajax moet je een heleboel leren. Dan moet je steeds beter worden en je ontwikkelen. Dus je merkt nu al aan mijn verhaal dat het gewoon verschrikkelijk positief is. Zoals wij nu op dit moment tegenover jou staan. Handelingssnelheid. Dat is natuurlijk in het Ajax-spel is dat een heel belangrijk vereiste. En dat mis ik vooral in jouw spel. De overtuiging. De aanwezigheid. Maar dat zal ook weer... natuurlijk ook met persoonlijkheid te maken hebben. En dat is eigenlijk zoals wij op dit moment, dit half jaar, in de D1 kunnen samenvatten. Nou, dan gaan we dan kijken van hoe beoordelen we jullie in de D1? Wat mogen we van jullie wel en wat mogen we niet verwachten? Nou, dan zeg ik, zoals het nu is, is dat dus te weinig. Is dat niet goed genoeg? Dus daar zit het hem vooral in, Mohamed. En jij zal het moeten doen. En niet je broer, en niet je vader. Maar jij zal het moeten doen. Heb je nog iets te vragen? Misschien je broer of je vader? Ja, of dingen? Ik krijg het wel. Ja. Want ik kijk natuurlijk ook af en toe naar de wedstrijd. Ja. En ik zie me ook af en toe ook heel vaak vragen naar de ballen. Mm-hmm. En dat die bal dan gewoon, die wordt niet overgespeeld. Nee. Dat vind ik, vind ik een beetje vreemd. Ja. Heb jij dit idee ook? Ja. Dat je nog wel regelmatig wel eens wordt overgeslagen? Ja, ik ging er nog om huilen, nog gisteren. Ja? Voor de... Gisteren? Ja. Of bedoel je bij de wedstrijd zondag? Nee. Nee, thuis? Ja. Ja. Dus jij hebt het idee dat je veel in het spel betrokken moet worden, maar dat dan op dat moment niet wordt? Of je niet om te huilen wordt, maakt toch niet uit? Daar kunnen we over praten. Ik heb dat idee nog niet. Dat zeg ik er heel eerlijk bij. He, maar als jij dat zelf wel zo ervaart, dan is dat alleen maar goed dat je dat aangeeft. Ja. Goed. Oké. Nou, goed dat je het aan hebt gegeven. Kunnen wij weer iets mee doen? Ik denk wel dat je daar... Hier kom je wel mee uit, denk ik.
Ja. Dat is echt zonde. Ja, je moet misschien toch wat jongens laten gaan. Maar... Ja, dat is het probleem. Kwalitatief zit je heel goed. En ook fysiek achterin, dus... Buiten dat ze ook nog zeg maar, goed mee kunnen voetballen. Ik weet alleen niet hoeveel je er aan je linkerkant overhoudt. Nou, links is altijd een probleem door alle selecties heen. Dus, ja, je krijgt een hele goede C2 voor. Ja. Ja, hallo Henk, met Robin Pronk van Ajax. Goedenavond. Ik wilde jou even meedelen dat wij besloten hebben om Nicky volgend jaar niet over te laten gaan naar de C2. Ik spreek met de zus van Mohamed. Het is namelijk zo dat wij bij Ajax besloten hebben om Mohamed niet over te laten gaan naar de C2 volgend seizoen. En maar waarom we dus ook even bellen is dat we het ook denk ik op prijs stellen dat jullie dat eventjes op een rustig moment aan Elio zelf vertellen. En dan wilden wij graag woensdag met jullie daar een gesprekje over hebben. En waarin wij dan het een en ander kunnen uitleggen en eventueel kunnen toelichten. We zijn gewoon van mening dat we over de hele lijn van de dingen die jij zou moeten kunnen in de D1 van Ajax aan het eind van het seizoen. En die je dan mee kan nemen naar de C2. En gewoon voor het Ajax-niveau nu tekort komt. Voor mij persoonlijk zie ik ook weer de positieve dingen van in. Ik bedoel, we zijn zo gebonden. Ja. Kijk, en dat hebben we altijd voor over gehad hoor. Maar nu heb ik zoiets van, ach, we kunnen weer lekker lang op vakantie. Ja. We kunnen weer lekker een weekend weg. Ik kan weer eens een keertje naar een film kijken in het weekend. Ja. Kijk, en dat zijn toch ook wel weer leuke dingen. En als we straks het veld in gaan en we willen vandaag kampioen worden, dan moet je dat met z'n allen doen. Met z'n veertienen, want er missen er nu nog twee. Ja, ik vermoed dat die er ook niet mee bezig zijn. Die zullen nog wel zo liggen. Ja, die hebben het klokje niet vooruit gezet. Simpel verhaal. Ja, zeg het eens, jongen. Ik zeg altijd eerst goeiemorgen, als ik binnenkom. Ja. We hadden ons verslapen. Ja. Niet door de zomertijd, maar gewoon verslapen. Ja. Ja, ik vind het een aardig verhaal, maar het kan er bij mij niet in, hoor. Ja. Als je nou weet dat je vandaag deze wedstrijd moet spelen. Ik sliep er vroeger al niet van. Dus dan kon ik al nooit te laat zijn. Maar heb je dan geen wekker of zo staan? Of? Jawel. Maar die doet het niet dan? Mijn moeder had me dat de wekker gezet. En ik... Ja, maar wie is er nou voor verantwoordelijk? Wie moet er nou voetballen? Ik. Ja. Want dat is het verhaal natuurlijk. En maar je hebt vooral jezelf ermee. En die jongens die daar binnen zitten. Heel goed gespeeld, Ajax. Ajax! Ga door.